Zo, terug van de uroloog. En alsof het al niet spannend genoeg was. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Zo, goedemorgen lieve patatties. Het is zover, ik ga naar de uroloog. Ik ben redelijk ontspannen. En ja, het weer is gelukkig ook wat ontspannen vandaag. En we wachten rustig af wat de uroloog te zeggen heeft. En dan gaan we vanuit daar gewoon verder kijken. En dan moet vast alles goed komen. Ik ben wel eens snot verkouden, omdat ik gisteren die fiets heb opgehaald natuurlijk. Hoi. Holy cannoli. Natter kan je niet worden. Maar ik heb serieus in de meest zware regenbui ever gezeten. I know. Echt golven, mensen op surfboarden op straat en alles op en daar. Echt watervallen. Ik fietste daar bij Nieuw Babylon en er kwamen serieus gewoon watervallen naar beneden. Plassen water, echt zo diep als het meer van Loch Ness. Maar we hebben wel een nieuwe fiets. Maar ook dat komt vast wel weer goed met een kopje thee en een beetje honing erin. Ik ga naar het ziekenhuis. Zo, terug van de uroloog. En alsof het al niet spannend genoeg was, weet ik nu nog niks eigenlijk. Ik moet terug naar de dermatoloog, omdat de oude dermatoloog zijn bevindingen niet heeft gedeeld met de huisarts. Waardoor er dus niks in het dossier staat. Altijd weer lekker handig, maar ja, dat heeft allemaal met privacywet te maken en zo. Maar ik mag morgen al terecht, dus dat is wel fijn. Ja, bij de dermatoloog. Ja, want hij zegt van ja, zoals ik nu zie, weet ik eigenlijk nog niks. Hij zegt, het ziet er inderdaad heel onrustig uit. En om nu meteen een besnijdenis in te plannen, vind ik wat onbesuisd, zeg maar. Heb je een ander woord voor? Nou ja, hij weet niet of dat de juiste behandeling is, want hij weet niet wat het is. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus dat kan je wel besnijden, maar ja. Dan heb je misschien nog steeds niet de oplossing, zeg maar. Nee. Ja, en hij wil gewoon weten wat het is. Dus hij wil dat de dermatoloog eerst een biopt gaat nemen. Dus dan een stukje schapen of weet ik veel. En dan gaan ze kijken wat het daadwerkelijk is. Ja. Dus dat het, ja. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat de dermatoloog dat de eerste keer wel zou doen, inderdaad. Iets van een wattenstaafje of zo, maar die heeft helemaal niks gedaan, alleen gekeken. Dus, het wordt vervolgd. Ja. Ja, morgen weer. Daar kunnen we niet over zeggen. Ik had wel gehoopt dat ik gewoon gelijk iets te horen zou krijgen. Gelijk actie, maar ja. Nog even geduld. En, het is maar weer dat je alles in eigen handen moet houden. Dus altijd moet vragen of je alles wat er gedaan is in het ziekenhuis, dat je daar dat je dat zelf ook krijgt. Foto's, uitslagen en zo. Want ze delen helemaal niks. Het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. En het mag toch wegens jouw privacy, mag dat niet. En vervolgens zit jij ermee. Een dubbele onderzoek. En, dus ik kan beter gewoon gelijk bij elk onderzoek vragen, mag ik daar zelf ook even de uitslag van. Ja, precies. Tip van Flip. Tip van Flip. Nou, het was met een rollercoaster. Opnieuw. Het was met het rollercoastertje wel deze week. Nou. Ik ging van schimmel naar huidkanker naar psoriasis op mijn dop. Ja, echt. Wat ik eigenlijk nog het meest bizarre vind, is dat zo'n dermatoloog gewoon tegen mij heeft gezegd van, joh, hè, het woordje K. En dat ik echt zoiets heb van, ja,
Hoe kun je dat in hemelsnaam überhaupt dan gokken of zo? Dat is toch bizar? Ik zit al maanden gewoon zo van... Oké, ik moet echt zo snel mogelijk dit regelen. En ik heb me helemaal al voorbereid op een besnijdenis en noem het allemaal op. En nu blijk ik gewoon psoriasis te hebben. Kijk, ik wist dat ik het had op mijn elleboog en op mijn hoofd. Maar dat het daar ook kon zitten, dat wist ik niet. En daar had ik ook eigenlijk totaal niet aan gedacht. Nee, maar dat niemand daar aan gedacht heeft, nee, vind ik ook gek. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook weer, waarom geloven we nu ineens ja, die heb ik, deze dan? Ja, die heb ik ook wel, die is ook al een revue gepasseerd vandaag. Ja, waarom? Ja, ik weet het niet. Het is, ja, ik kan wel weer een second opinion aanvragen of zo, maar... Ja. Jesse is wakker. Maar ja, ik nou ja, waarom... Wel... Ja, sorry. Ja, ga je nog terug naar die uroloog? Heb je daar nog een afspraak mee nu? Nee, in principe niet. Maar ik zit wel sowieso nog na te denken om een besnijdenis aan te vragen. Alleen moet ik het dan natuurlijk zelf betalen. En dat zijn gewoon vanuit hygiënische beweegredenen. Dus ja, het is even... Ik ben één gewoon ontzettend blij natuurlijk dat het niks ernstigs is. En dit is iets waar we wel mee kunnen leven. Ja. En ik vind dat we daar gaan vieren. En Nou ja, dat is... Maar ja, ik vind eigenlijk ook nog steeds dat je terug moet naar de uroloog. Want die heeft gezegd, ja, ik wil weten wat het is. Dus hij heeft je doorgestuurd naar de dermatoloog. Nu weet je wat het is, dus... Ja. Wat gaat de uroloog daar dan nu van zeggen? En wat ik al zeg, waarom geloven we nu dan de ene dermatoloog meer dan de andere dermatoloog? Die heeft gezegd van, ik verwacht dat dit ontstekingen zijn. En dat kan huidkanker worden. Ja. Ja, weet je, af en toe voel je je gewoon zelf een arts. En zelfs de arts, die pakt de Google bij. Die uroloog. Ja. Waar het helemaal niks mis mee is trouwens, want ik bedoel, vroeger pakten ze een boel. Dus, maar, ja. En je hebt er ook helemaal geen jeuk aan. Nou, dat is ook eigenlijk waarom ik nu dan deze dermatoloog op zich wel gewoon geloof. Omdat... ik er al zo lang mee loop en dat ik er al zo lang mee loop omdat ik er al zo lang mee loop en het nooit echt erger is geworden inderdaad, dus, en het komt en het gaat en ja, dat is wel de ene keer meer, ja. Goed, je zou wel verwachten dat als er een ontsteking is dat je er pijn aan hebt. Nee, ja, balanitis niet. Dat is echt wel een woord, wel echt een toepasselijke naam, ja. Balanitis. Zijn je ballen niet dus? Ja, ballen niet dus, of wel eens? Nou, we gaan... Ja, ik ben nog steeds... Ik weet niet. Oké, we gaan het hier afsluiten. Vond je dit toch een vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje te drukken. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao!